Ik ben met een panorama van het Nijmeegse landschap. Bij zonsondergang ben ik genomineerd. Daarbij ben ik in de finale gekomen. En dat is eigenlijk een foto die genomen is net nadat de zon onder is gegaan. En met een mooie blauwtint en ondergaand zonnetje. Hier zie je de oversteek en hier dan de zalige brug. En op de achterkant loopt de oversteek eigenlijk door. Je ziet ook nog de centrale staan, nou, die is inmiddels weg. Als je hier kijkt, zie je dus al dat mooie lijnenspel. En zoom ik je in. En zie je dus dat alles mooi gereflecteerd is. De lichten en alles. Super veel detail en hele mooie kleuren. De foto is eigenlijk opgebouwd uit een hele hoop foto's. Dus het is niet specifiek één foto, maar het is eigenlijk een samenvoeging van 120 foto's. Daardoor voegt hij alle scherpte ook samen. De licht is mooi samen en daardoor wordt de foto heel mooi helder. En zie je heel veel diepte. En de reflectie in het water is super mooi. Je ziet heel veel details kun je zien in de foto als je hem inzoomt. En ik denk dat wel het bijzonder maakt, de foto. Ja, als ik dus zeg maar s'avonds dan de foto heb gemaakt en ik kom thuis, dan ga ik eigenlijk een soort voorscan doen met mijn foto's. Kijken waar het mooiste licht in zit. En dan ga ik eigenlijk in Photoshop de lichtstanden bij elkaar brengen. En ik ben eigenlijk een liefhebber van panorama's. Om dan eigenlijk een beeld te geven wat je normaal met het oog wel ziet. Maar met een los camera toestel niet. En ik vind het leuk om dan zeg maar de brede horizon te laten zien. En dat je ook meer kan zien van het landschap. En ook dingen met de drone kun je laten zien. Die je eigenlijk met het menselijk oog, op die plekken kun je niet komen. Dus je kunt een heel ander perspectief geven met de drone. Dat doe ik eigenlijk met deze foto ook. Want ik hang 30 centimeter boven het water. Dus je ziet de ribbelingen van het water. Je ziet de reflectie maximaal. Ja, daar kun je als persoon niet komen. Maar met een drone wel. Je kan onder andere een tegoedbon van 1000 euro winnen bij een camerawinkel dat National Geographic sponsort. En ook een benoeming in hun blad. Maar daar doet Beckers het niet voor. Maar in principe, daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk gewoon om de eer en de titel die je mag dragen. Dat is gewoon mooi en dat is al een hele eer. En ik vind het leuk om Nijmegen op de kaart te zetten. Dus dat doe ik elke dag eigenlijk met twee foto's. Op mijn Instagram en Facebook. Om mensen gewoon een ander perspectief te laten zien van Nijmegen en mee te laten genieten. Ook mensen die in Canada en dergelijke wonen, die volgen mij. En die krijgen op die manier toch Nijmegen een beetje mee. En dat vind ik gewoon superleuk. Die mensen, hoe die reageren op de foto's, daar doe je het in principe voor. Mensen blij maken met het mooie Nijmegen. Je kunt naar mijn Instagram gaan, drone Paul Beckers, Beckers met CK. En daar zit in de bio een link en daar kun je op klikken, dan kun je stemmen. Of je gaat naar nationalgeographicfotowedstrijd.nl en dan ga je naar themaatje landschap. En dan zie je mijn foto, de grote brede panorama in blauw met zonsondergang kun je dan zien. Daar moet je dan op stemmen.